Ik zie geen zak eigenlijk. Nee, die zitten gewoon lekker te pitten. Ja. Is ook geen pijl. Of even maar nog alleen. Je blijft toch een beetje dat schat zoeken? Ja. Dat blijft je aan het vallen. Ja. Ja, ze maken er altijd wel een zootje van hier. Maar hier is hij ook alweer flink bezig. Je ziet hier natuurlijk heel mooi maar eten. En hoe lang is het nou geleden dat die omge... Ja, deze sporen zijn nog best vers. Dat zijn de afgelopen 2 weken, denk ik. Ja, hier heeft het ook weer flink geknaagd. Tja. Dan heb je hier weer zo'n afwerkplekje. Dit soort formaatjes, dat wil hij hebben. En dan kan hij ermee aan de wandel. En als het te zwaar wordt, dan maakt hij ze net iets kleiner. En dan hoef je niet zo zwaar te tillen. Want je moet het toch in je poot of in je bek vasthouden. Dus zo maak je al die stukjes. En dit is toch, dat is wel zwaar. Ja, en als het echt 1,5 meter wordt, dan moet hij echt slepen. Dan wordt het echt zwaar werk. Ja, hier zie je heel mooi die dikke strepen, die dikke tanden. Dat zijn echt de volwassen beesten die dat zo dik maken. Het is inmiddels wel duidelijk. De kenner heeft het gezien. Het gaat natuurlijk over de bever. En waarom gaat het in Natuurlijk Flevoland over de bever? Omdat we willen weten hoe het met de natuur is. En dat kan je alleen maar doen door te meten. En Jeroen houdt dat voor een belangrijk deel bij. De bever in Flevoland, het is een prachtig beest. Hè? Ja, en we hebben ondertussen ook heel veel van. Dus wil ik hem ook vandaag zien. Gaat dat lukken? Want het is een nachtdier eigenlijk. Ja, het is een nachtdier, schemerdier. En dat is altijd lastig om de natuur zover te krijgen dat ze zich laten zien op het moment dat jij het wil. Nou, ik ga ervan uit dat het jou lukt. Ja, jij bent de kenner. We gaan het zien. Maar dat is ook allemaal beverwerk. Allemaal bever. Ja, deze bevers die kunnen er altijd wel wat van. dat is ook niet mis. Dat is ook een hele aparte familie dit. Dat noem ik altijd de HDAD-familie. Want? Normaaliter gaan die bevers eigenlijk maar 1 meter of 10 of zo de kant op. En deze familie die gaat echt heel diep dat vak in. En elke keer als er een beetje forse boom staat, hop, gaat die weer om. Heeft dat te maken dan dat smakelijk is? Dat het lekkerder is? Nee, dat ligt aan deze familie. Ik weet niet wat dat is met deze familie. Die is gewoon heel actief. Die wil gewoon heel ver de kant op. Dat doen al die anderen eigenlijk veel minder. Maar je ziet wel hoe... Wat voor invloed deze hebben op de bosstructuur. Hè? Ja. Die bos krijgt veel meer ruimte. Die open vlakken. De treinbeheerder hier, die hoeft hier ook nooit te komen. Ik bedoel, die hoeft nooit een boom te dunnen. Maar dat is de positieve benadering. Je kan ook zeggen, nou, als dat zo doorgaat, staat er straks geen boom meer. Ja, er zijn plekken waar dat gebeurd is. Waar die bever op een plek is gaan zitten waar hij eigenlijk te weinig bos heeft. Dan kan hij het niet overleven. Maar wat je dan ziet is, hij blijft daar 1-2 jaar zitten en is bos op en dan moet hij weg. En dan vertrekt hij weer en dan gaan die bomen weer uitlopen en dan is er eigenlijk niks aan de hand. Want je hoort namelijk wel eens dat het misschien wel een plaag aan het worden is. Nou ja, we hebben ruim 150 bevers rondzwemmen in Flevoland. En je ziet dat ze ook meer de stad in komen. En daarmee komen er ook wel steeds meer conflictjes. De mooie solitaire bomen aan de waterkant willen vaak. Ja, dat zijn mooie bomen. Ja. Die gaan dan om als je daar niks aan doet. Dus je moet dan maatregelen gaan nemen om die bomen te beschermen. En dit ziet er ook mooi uit, hè? Gewoon mechanisch bijna. Ja, je ziet zo een Black & Decker zo. Ja. En dan weer alle zaagselstukjes. Maar ja, dat heeft hij allemaal geknaagd, hè? En dat doet die bever toch met die 4 tanden die hij daar heeft. Maar dit eet hij dus niet op, zeg maar. Nee, dit vindt hij helemaal, dit harde deel vindt hij helemaal niet lekker. Daar zitten weinig voedingsstoffen in. Hier zit, in dit randje, daar zit het voedsel in. Daar gaan de sapstromen doorheen. Alle reserves zijn opgeslagen in dit stuk.
Dat is eigenlijk wat hij wil hebben. Zijn ze echt schuw ook? Of, Nee, dat valt op zich wel mee. Als ze eenmaal zwemmen, dan voelen ze zich heel veilig. Op het land zijn ze echt schuwer. Daar houden ze niet zo van als ze daar gestoord worden. Want ze lopen natuurlijk met hun 30 kilo en kleine pootjes lopen ze niet zo heel hard. Maar in het water hebben ze echt zoiets van, we kijken het eens een keer aan en we blijven wat afstand. En als het ons niet bevalt, gaan we weer verder. En dan... We zijn nu onderweg naar een burg, zoals dat dan heet. Ja. Moeten we dan zachtjes doen? Ja, bij de burg moeten we in principe zachtjes zijn. Want in die burg, daar kunnen we, laten we zeggen, 1 tot 8 bevers zitten. En die zitten duidelijk onder de grond. We zien ze waarschijnlijk niet, maar ze zijn er wel. En niet zo heel ver van ons af. Dus we moeten daar wat stil zijn. We moeten nu heel zachtjes doen. Nou, dan zijn we er. Bij de burg. Je ziet het, dus een grote stapel takken. Alsof gemeente werken. Nou, al die takkenvoorzieningen. Ja, dat lijkt, zo krijg ik ook wel eens een burg gemeld. Zo, want ik heb een heleboel takken, dat is vast een burg. En wat wij vooral in het begin heel erg hadden, van ja, we hebben de burg, dat is natuurlijk de plek waar als dat beschadigd raakt, hè, dan heb je meteen een heel groot deel van de populatie beschadigd. Ja. De reden om te zeggen van nou, we gaan dat toch eens een keer volgen. Dus dan hebben we aan de oeverbeheerders met name gezegd van, goh, is het niet wat als wij dat gaan volgen? Waar liggen nou al die burgten? Dan kunnen jullie er rekening mee houden. Als jullie gaan baggeren, als jullie de oevers gaan beheren. Nou, we begonnen met 7 burgten. We hebben er nu meer dan 50 die bezet zijn. Dus ja, dat stijgt. En dat is vanaf 1990 tot nu. Dus. En je kunt vrij snel zien van oké, deze burg is nog bezet. Hè, die heeft nog allerlei verse takken erop liggen. Dus dit is een burg die wij in juni en juli gaan tellen. En gaan we kijken hoeveel beesten er echt zitten. Nou, dan heb je dat geteld, dan weet je dat. Ja. Ja, zo wordt. Nou ja, dat is in zoverre. Kijk, we weten hoe de populatie zich ontwikkelt. We krijgen een beeld ook langzaam zeker in Nederland hoe het zich ontwikkelt. Deze soort staat nog steeds op de lijst van zwaar beschermde diersoorten van Nederland. Gezien het aantallen die we zien, ben ik wel geneigd om te zeggen van ja, daar moet hij een keer van af. We kunnen naar een iets minder zwaar regime. En daarmee kun je ook je werkzaamheden ook wat makkelijker uitvoeren. Je hoeft niet meteen ontheffing aan te vragen, allerlei zaken te doen. Want het is voor de soort niet echt meer noodzakelijk. Nee. Daar doe je het wel voor. Gevonden, Nederland. Dan hoor ik ook wel, en dat weet ik ook wel, dat ze dammen maken en zo. En daar zijn we dan weer niet zo blij mee, toch? Of, Nee, de impact op het watersysteem kunnen ze ook heel hebben. En dat heeft nog veel grotere invloed, hè, als je een hele watersysteem afdampt. Dat komt in Flevoland nauwelijks voor. Ik weet wel een plekje, daar kunnen we straks wel even heen. Ah, dat is wel leuk. Dan gaan we daar nog even kijken. Achter, daar ligt de beverdam. Is er een bult op? Ja, daar hebben ze een mooie zandhoop opgelegd ooit. Oh, okay. En je ziet hier een klein watergangetje eigenlijk, een smalle watergang. En de bever houdt van 50 centimeter diep water. En dan is het ondiep en hij kan hier mooi een dam bouwen. Dan maakt hij even snel een dam. En dan gaat het waterpeil aan de achterkant mooi omhoog. En dat kan alleen maar als het stroomt. Hè? Dus in Flevoland komt dat heel weinig voor. En daar kun je ook overheen lopen? En daar kun je overheen lopen, ja. Er lopen ook allerlei beesten overheen. Je ziet het hier al, hè? Daar lopen reeën overheen. En ik denk, hè, de boomaard, daar zit hier niet zo ver vandaan. Die loopt hier denk ik ook wel overheen. Dat zou je eigenlijk moeten filmen. Nou, dat kan. Ik heb een cameraatje bij me. Dan hangen we een cameraatje op. Volgende week gaan we een aflevering maken over boommakkers. Kunnen we volgende week wel even kijken of hij er overheen gelopen is. Kunnen we ophangen. Hang hem daar aan die boom aan de overkant. Ja, bedankt voor het kijken. En volgende week, ik ga zeker kijken, want het is spannend. Over een dam gebouwd door de bever. Nou, als we hem hier ophangen, dan heb ik een mooi zicht over die dam.